Deze podcast loopt in samenwerking met Winterhalter Belgium. Vanop de Horeca Expo, aflevering 2 van onze podcast live event Satellite Gourmet. En ik heb Eddy Kroes bij mij te gast, die eigenlijk hier Winterhalter Belgium vertegenwoordigt. Eddy, welkom. Gisteren al een eerste dag. Hoe was het? Absoluut. Goedemorgen Sabine. Wij zijn eigenlijk bijzonder enthousiast dat we terug oog in oog kunnen staan met onze partners en klanten. Het deed ons enorm veel plezier en eerlijk gezegd was de opkomst ook eigenlijk vrij goed. Ja. Ja, goed. Vooral de professionele bezoeken natuurlijk alle standen en alle leveranciers. Zijn horeca mensen nog steeds op zoek naar een goede vaatwasser? Ik denk het wel. Ja, absoluut. Want ik denk dat kwaliteit in de keuken begint bij een schone en kwalitatieve vaatwas. En wij zijn al zo lang, meer dan sinds 1947, gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van professionele vaatwassystemen. En we zien dat onze producten toch nog altijd bijzonder aanslaan bij de professionele klant. Mensen die kwaliteit willen in de keuken en op het bord. Ja, het wordt niet voor niks workhorse genoemd. Een werkpaard. Want dat is het wel. Ik heb zelf thuis ook een Winterhalter staan. En het valt mij op hoe sterk deze machine wel is. Maar er zijn toch nog wel vragen bij van, ja, hoe werkt het dan precies? Dat is echt wel een goede machine. Maar het is eigenlijk wel een specialiteit, vaatwastechnologie. En zoals elke technologie zijn specialiteiten heeft, is daar wel over nagedacht. Heel wat engineeringswerk over gebeurd. Mensen zijn constant bezig om de producten te verbeteren naar kwaliteit, maar ook naar levensduur. En inderdaad, het is zo dat onze systemen een heel lange gemiddelde levensduur hebben, dankzij studie, dankzij deskundigheid. Maar uiteraard is het ook belangrijk dat we mensen hebben die daar dagelijks aan de zijde van onze klant staan. Dan heb ik het over onze serviceafdeling, die toch wel ook er zorg voor draagt dat mensen gedurende de volledige levensduur optimaal gebruik kunnen blijven maken van het systeem en de vaatwasmachine. Ja. Oké, voor we verder gaan, even toch meegeven aan onze luisteraars dat er hier een leuke vibe is. Er is opnieuw een wedstrijd aan de gang op Chef's Place, liever gezegd. En ja, dat is de toekomst van de horeca. Hè? Dus dat eventjes meegeven aan onze luisteraars. Anders zeggen ze van, wat is dat lawaai daar? Zou dat op de stand van Winterhalter zijn? Maar dat is het niet. Hè? Ja, zeker weten. Hè? De ambiance is er alleszins. Mensen hebben er zin in om er terug voor te gaan. En dat doet heel veel plezier. Ja, goed. Eventjes terug voor we verder gaan over Winterhalter zelf. Wat doe jij bij Winterhalter, Eddy? Je bent er eigenlijk nog maar heel recent bij, hè? Dat klopt. Ik ben sinds 1 juli managing director van Winterhalter Belgium. Ik kom uit de wereld van de technologie, waar ik meer dan 20 jaar in actief ben geweest. En eigenlijk zit ik terug in de wereld van de technologie. En ik had niet gedacht, eerlijk gezegd, dat de know-how nodig om een professioneel systeem in de horeca te bouwen, dat er zoveel bij kwam kijken. Dus ik voel mij ergens toch wel als een vis in het water. En uiteindelijk, op het einde van de rit, willen we onze klant gelukkig maken met een goed product, een goed systeem en een goede service. En die rode draad, die vind ik absoluut terug in onze business. Ja, en als je dan je buikgevoel laat spreken en je hebt inderdaad voor de eerste keer een Winterhalter zien werken, wat dacht je daarbij? Oerdegelijk. Wat zeg je? Oerdegelijk, heel degelijk. Ja, absoluut. Het ziet er ook heel professioneel uit. Ik denk dat de bezoeker, de goede kijker, al direct ziet dat het over heel professioneel materiaal gaat. Wij durven ook wel zeggen dat we de nummer 1 zijn in de wereld van de vaatwastechniek. Daar is over nagedacht. En als je die machines bekijkt, en op onze stand kan je ze trouwens ook komen testen, dan zie je ook wel dat daar over nagedacht is om uiteraard de gebruiker zoveel mogelijk comfort te kunnen bieden tijdens de bediening. Ja. Want daar zijn we enorm mee bezig om na te gaan in welke mate kunnen we, want niemand doet eigenlijk graag de afwas, laat ons eerlijk zijn. En we proberen op een of andere manier onze machines dusdanig te designen
dat ook het gebruikscomfort alsmaar toeneemt en dat het makkelijker en makkelijker wordt om inderdaad zoveel mogelijk vaat op zo'n kort mogelijke tijd te gaan verwerken. Ja. Ja, wat we daarbij niet mogen vergeten naast het comfort en de snelheid is de properheid, hè? Hoe glazen uit die vaatwas komen, ja, die schitteren in feite. Hoe komt dat? Ja, daar zit een hele studie, een hele kennis achter. Wij bouwen uiteraard niet enkel machines, maar wij gaan vooral ook naar het vaatwasproces gaan kijken. Ook technisch gaan we kijken welke spoel- en glansmiddelen we best gebruiken voor het soort van vaatwas dat we willen gaan wassen. En daar gebeurt dagelijks laboratoriumonderzoek naar, ook bij ons in de fabrieken in Duitsland, om goed te gaan kijken, op basis van welk soort van vaat nemen we welk product het best. Machines kunnen ook volledig ingesteld en geconfigureerd worden. Eigenlijk geprogrammeerd. Er zit een kleine computer te zien in die vaatwassers, waar we op basis van het type van vaatwas gaan bepalen welke de waterdruk bijvoorbeeld zou zijn die je best toepast. Want we hebben ook die hele broze, dure wijnglazen die je met heel veel zorg moet behandelen. En dan gaan we de waterdruk naar beneden halen om ervoor te zorgen dat de glazen ook niet zouden beschadigd worden bijvoorbeeld. Hè. Ja. En dan gaan we op een of andere manier gaan beginnen spelen met dosering van meer of minder product, om toch een optimaal resultaat te kunnen bekomen. Er zit echt wel een hele know-how achter, mensen die daar dagelijks mee bezig zijn, maar ook onze eigen mensen in de field in België. De serviceploeg, het serviceteam gaat ook dagelijks met de klant in gesprek om te kijken van goed, kunnen we hier nog een aantal dingen verbeteren, aanpassen. Situaties veranderen constant. Ook het servies is geëvolueerd. En op basis daarvan worden er aanpassingen uitgevoerd of worden er op een bepaald ogenblik zelfs nieuwe concepten ontwikkeld. Innovatie natuurlijk, absoluut. Die ook belangrijk is. Hè. Er is natuurlijk ook zoiets als ecologie. Hè. En dan heb ik het over het waterverbruik. Dat gaat best goed. Hè. Dus eigenlijk zo'n machine verbruikt voor de efficiëntie niet zoveel water, heb ik de indruk. Klopt, dat is zeer opmerkelijk. Je kan het absoluut niet vergelijken met een vaatwasser thuis in de keuken. Daar is ook over nagedacht om zo weinig mogelijk waterverbruik te hebben. Maar ook zo weinig mogelijk elektrisch verbruik. En ik denk dat dat vandaag bijzonder actueel is. Dat is belangrijk, hè? Ja. En daar wordt inderdaad ook onderzoek naar gedaan om onze machines efficiënter te maken, energetisch. En op die manier slagen we er inderdaad wel in om daar serieuze verbeteringen te gaan uitrollen. Ja. In die mate dat je, als je de berekening maakt, dat je snel je vaatwasser hebt terugverdiend. Als je dat op een goede manier designt, dan ga je eigenlijk op het einde van de dag of op een paar jaar eigenlijk die machine op een of andere manier ook snel hebben terugverdiend. En het resultaat is inderdaad opmerkelijk, uitmuntend, briljant. In die zin dat op een of andere manier je de vaat met de hand nooit nog zo hygiënisch en zo proper kunt hebben dan met de machine. Ja. Nog iets wat ik heel opmerkelijk vind aan deze vaatwas, is vaatwasmachine, is dat als je de glazen eruit haalt, je hoeft die eigenlijk niet meer af te drogen. Dus dat bespaart ook nog eens in handdoeken. Dat is ook een mooi systeemeffect, hè? Dus dat het vanzelf droogt. Absoluut, absoluut. Ook het droogproces is naast het wasproces belangrijk. En we willen ook vermijden eigenlijk dat we nadien de vaat nog zouden aanraken met de handen of met de vingers. En daar is inderdaad is de hygiëne een belangrijk en vooral vandaag een zeer belangrijk element. De bedoeling is eigenlijk dat je de vaat niet aanraakt. Ze komt uit de machine en je kan ze direct op zijn plaats brengen eigenlijk. Maakt het ook een verschil uit of je nu grondwater aansluit of stadswater? Stadswater is natuurlijk duurder, grondwater is gratis. Maakt dat een verschil uit voor je machine? Daar is uiteraard ook een expertise aanwezig. Wauw, jullie denken aan alles, hè? Uiteraard. Nu, de waterkwaliteit is essentieel, is eigenlijk een beetje de basis. En mocht er een
een aandachtspunt zijn naar kwaliteit toe, dan gaan we daar ook een aantal systemen kunnen bijvoegen die de kwaliteit van het water naar hardheid bijvoorbeeld of zachtheid gaan kunnen verbeteren. Want ook kalk is een vijand binnen een machine. Kalk, juist. Dus we gaan daar, ja. We hebben daar speciale osmose toestellen voor. Osmose, bijvoorbeeld. Daar kom ik aan toe, juist, ja. Maar ook heel wat andere waterbehandelingsapparatuur die ofwel in de machine geïntegreerd wordt, maar we hebben ook systemen die je extern, vooral voor grotere toepassingen, kunt gaan installeren, gaan gebruiken, die dan in combinatie met de vaatwasser er gaan voor zorgen dat er kwaliteitswater toegevoerd wordt, zodanig dat ook je vaat nog een betere kwaliteit krijgt. Ja. We gaan het pleiten voor de horeca-ondernemer. Maar daar zul je ook wel een gepast antwoord op hebben. Het is geen goedkope investering. Laat ons duidelijk zijn. Of vind je van wel? Als je naar de prijs zou kijken, inderdaad, dan ga je misschien een beetje... Dan kun je wel schrikken, hè? Absoluut, ja. Maar als je daar iets langer over nadenkt, en dan hebben we het een beetje over de return on investment, de terugverdientijd... Daar ben ik ervan overtuigd. En daarvoor hebben we ook mensen bij Winterhalter die daar advies kunnen geven. We spelen daar graag open kaart over. Hè, want per slot van rekening, inderdaad, het is een kwaliteitsproduct met een prijs aan verbonden, een prijskaartje. Maar als je gaat kijken wat je terugverdient, want vandaag zijn de werkuren bijvoorbeeld een van de grootste kosten, ongetwijfeld ook in de horeca. Maar door machines te gaan plaatsen van Winterhalter ga je eigenlijk ervoor zorgen dat je minder manuren nodig hebt om hetzelfde aantal vaat te kunnen verwerken. En dat is een ongelooflijke stap voorwaarts. Ik zou zelfs durven zeggen, door een machine te plaatsen, ga je je kosten kunnen gaan reduceren. Mm-hmm. En eigenlijk kan ik dat wel beamen, want onze investering is sinds 2012, we zijn 21. Ik heb er nog geen nieuwe moeten zetten, dus dat pleit voor in feite het terugverdienen van de investering. Je zegt daar natuurlijk ja, minder manuren, maar... Ik wil toch ook wel pleiten voor de job van de vaatwasser. Ik ken een aantal chefs die dit teammember in de keuken zo ontzettend belangrijk vinden. De vaatwasser. Ik neem aan dat jullie die niet helemaal willen wegcijferen, toch? Uiteraard is de interactie bijzonder belangrijk. De interactie mens-machine. Je hebt inderdaad mensen nodig. Mensen met vakkennis, ook in de keuken die de vaat doen, die op een efficiënte en slimme manier de machine kunnen gaan bedienen. Ik zou zelfs durven zeggen dat we het beroep door het toevoegen van technologie aantrekkelijker hebben gemaakt en het gebruiksgemak dusdanig verhoogd, dat op een of andere manier mensen zich ook veel comfortabeler gaan voelen in de positie. Dus dat is superbelangrijk, dat is over nagedacht geweest. En ik durf echt wel zeggen dat die combinatie techniek en mens, ook in heel het proces, dat je dat niet mag vergeten, dat is absoluut belangrijk. Ja. Ja. Goed, jullie staan hier op Horeca Expo nog een aantal dagen, tot en met donderdag. Jullie hebben zich ook wel een beetje gewaagd aan een nieuwe stand, heb ik al gezien. Het lijkt een magische wereld waarin je terechtkomt. Is dat doelbewust gedaan? Zeker. Ik denk als je in de hal binnenkomt, dan zie je de briljant van op afstand verschijnen. Je ziet de glazen al blinken. Absoluut. Daar is over nagedacht natuurlijk. Dat is ook een beetje het voordeel dat we deel uitmaken van de Winterhalter groep. Een groep met toch een vertegenwoordiging in 40 landen internationaal. En wij proberen op een of andere manier ook onze huisstijl, ons accent op netheid en properheid en hygiëne, op die manier ook te gaan etaleren en kenbaar te maken. Ja. Dat is absoluut. Wat zijn nog de ambities, de uitdagingen voor de toekomst van de horeca? Misschien de machine nog iets kleiner maken en toch... Even gevat, maar jullie hebben natuurlijk een ruim gamma, hè? Ook voor kleinere zaken, horecazaken, cafés. Dat is ook prima, die zouden ook prima gediend kunnen zijn met een Winterhalter, denk ik. Wat zijn de uitdagingen voor de volgende jaren? De uitdagingen die zijn, ik denk dat die constant aanwezig zijn. Vooral op het vlak van energieverbruik zie ik nog heel wat innovatie. Maar een ander belangrijk element dat ook meer en meer, ook in de vaatwastechniek, naar boven komt, is de digitalisering. Dus met de digitalisering zijn we vandaag ook in staat. Het product is ook te bekijken op de stand, actief. Dan hebben we het over de Connected Wash, dat ons toelaat eigenlijk om
de machine van op afstand via internet te gaan monitoren. Wauw. Dan kan ik vanuit mijn bed de vaatwas doen gaan. Absoluut, absoluut. Is dat de toekomst? Dat is de toekomst. Op meer en meer hebben we apps die we dagelijks gebruiken in ons dagelijks leven. Wow. Ook in de vaatwastechniek zien we dat opkomt. Er zijn ook heel wat voordelen. Je kan de machine monitoren. Je kan ook in geval van een storing bijvoorbeeld, word je gewaarschuwd. Je kan van op afstand bepaalde acties gaan ondernemen. Maar wat ook belangrijk is, je kan je machine gaan meten in de tijd. Je kan bijvoorbeeld gaan kijken, oké, wat is mijn verbruik reinigings- en naspoelproduct. En je kan daar dan bepaalde correcties op doen als je ziet bijvoorbeeld dat op een of andere manier moet verbeterd of zou moeten verbeterd worden. Geeft heel wat mogelijkheden. En dat is absoluut de toekomst. Daar ben ik van overtuigd. Ook digitalisering in de vaatwastechniek. Oké. Misschien nog een heel belangrijke vraag. Aan de horecaondernemers die luisteren naar Satellite Gourmet Podcast. Heb je bepaalde tips? Want ik heb bijvoorbeeld van mijn man al een tip gekregen van, alsjeblieft, ga niet glazen wassen of geen vuile borden wassen en daarna je glazen terug gaan doen. Want dan krijg je absoluut geen propere glazen. Met andere woorden, heb je zo een paar fijne tips voor mensen van, die het misschien nog niet zo goed weten, of voor de vaatwasser of de man die aan de vaatwas staat, of vrouw of x tegenwoordig, tips. Maar de tips, ik denk dat je de tips eigenlijk een beetje kan overnemen van de vaatwas thuis. Ook okay. Daar ga je eerst met de glazen beginnen en dan met de borden, bijvoorbeeld. Oh, ik doe dat allemaal samen, hoor, thuis. Dus er zit eigenlijk altijd wel een logica in. Ja. Maar als je echt op een professionele manier aan vaatwas wil gaan doen, dan worden er vaak ook specifieke programma's of specifieke machines gekozen voor een bepaald type van vaat. Combinatie is niet altijd optimaal. Maar uiteraard hangt het af van de investering die je gaat maken. Ja. Maar die combinaties zijn absoluut mogelijk. En in die zin dat we ook op de machine zelf bepaalde voorgeprogrammeerde toetsen hebben. Die ook weer digitaal. Waar je kan gaan kiezen van oké, ik heb een gemengde vaat. Ik doe nu glazen. Ik ga straks de borden doen. En die machine gaat op een heel andere manier beginnen werken. Ja. Onderhoud, hoe zit dat? Zeer onderhoudsvriendelijk, uiteraard. Ja, maar je wagen moet je elk jaar eens in de garage zetten om een grote onderhoudsbeurt te ondergaan. Hoe zit dat met een vaatwasser van Winterhalter? Een vaatwasser, inderdaad, zoals elke andere machine, moet je af en toe wel eens controleren op de goede werking. We hebben daar ook onderhoudsprogramma's voor. Wij volgen de fabrieksrichtlijnen daar om te kijken van oké, binnen hoeveel tijd of na hoeveel vaatwascycli moet je gaan onderhoud doen. Om toch de goede werking is bijzonder belangrijk, want als je na verloop van tijd, dat is zoals een wagen, hè, op een bepaald ogenblik je wagen. Het valt mij bijvoorbeeld op dat mijn wagen meer verbruikt naarmate dat ik onderhoud moet gaan krijgen. Ja. Eigenlijk is dat bij een vaatwasser, kan je dat ook een beetje gaan vergelijken. Bepaalde onderdelen gaan beginnen slijten. Je moet dat in de oog houden. En we hebben mensen, we hebben echt wel gesofisticeerde mensen aan boord. Bij ons ook in België, die getraind worden door ons hoofdkwartier. Die in staat zijn om echt wel de goede werking te gaan screenen, verbeteren en zo verder. Het vergt onderhoud, maar het blijft beperkt. Ja. Winterhalter Belgium is natuurlijk een groothandel, het is een beetje raar gezegd, maar een leverancier. Maar waar kunnen horecaondernemers eigenlijk hun vaatwas gaan kopen? Dat is bij iemand die dus horecamateriaal verkoopt, denk ik. Zijn jullie over heel Vlaanderen verspreid wat dat betreft? Wij zijn zeer goed verspreid over Vlaanderen, zowel via Wallonië ook. Of Wallonië. Wij coveren eigenlijk heel België. Onze verkoopsploeg is ook op die manier georganiseerd dat we per regio. Weet je ongeveer waar je zit aan de kust? Wie is dat dan bijvoorbeeld? Waar kunnen mensen daar terecht? Daar hebben we Kastelein, die toch wel een van onze belangrijke dealers is, aan de kustlijn. Maar zo hebben we her en der in het Vlaamse en het Waalse land een aantal belangrijke dealers van ons waar we heel nauw mee samenwerken. Mensen worden ook door ons opgeleid, getraind. We geven die support.
Langs de andere kant kunnen ook mensen altijd bij ons direct terecht. En dan gaan we even kijken welke de beste oplossing is. Goed. Maar jullie dealers kun je ook vinden op jullie website, denk absoluut, ik. Absoluut. Wat dat betreft. Je mag eens de website noemen, want als ik Google en ik zoek naar Winterhalter, dan kom ik op een hele mooie website trouwens met de founders, denk ik. Een foto. Dat valt meteen op, dat is de founder, dus de stichter, als ik het goed heb. Absoluut. En de zoon of zo, mag absoluut. Ik het zo voorstellen. Dus ondertussen hele mooie foto. Dus hoe, maar hoe kom ik dan met België terecht? Belgium. www.winterhalter.be en dan kom je direct bij ons terecht. Zowel in het Frans als in het Nederlands. En inderdaad, ook daar ga je de familie Winterhalter, vader en zoon, tevoorschijn zien. Ja. Zijn de stichters ondertussen de derde generatie. Het bedrijf werd opgericht in 1947. Wow. En zijn sindsdien uitsluitend bezig met vaatwastechniek. Ja, misschien moet ik eens meneer Winterhalter, als ik hem zo mag noemen, eens naar mijn podcast halen. Want ik ben wel benieuwd, hoe is hij ooit begonnen? Hè? Hoe is hij ooit op dat idee gekomen om een Winterhalter-machine te maken? Dat moet toch iets ongelooflijk innovatief geweest zijn. Hè? Dus heel interessant. Eddy, hoe bevalt de job jou om af te ronden, dit gesprek? Wat zeg ik denk... het eens. Ik ben eigenlijk bijzonder enthousiast dat ik bij Winterhalter de leiding mag nemen, absoluut. Ongelooflijk boeiende wereld, een heel sterk team, heel fijne mensen om mee samen te werken, maar ook heel fijne klanten en dealers. En als ik eerlijk mag zijn, voel ik me er echt wel thuis ondertussen. Ja, je wordt goed opgevangen, want de luisteraars weten het niet. Maar hier zitten twee toffe gasten naast mij. Je mag ze toch even voorstellen voor wie luistert. Wie zit er naast jou? Ja, ik heb David. David is onze sales manager voor Oost- en West-Vlaanderen. Mensen die West- en Oost-Vlaanderen willen een horeca, een vaatwas kopen, dan moeten die naar, zeg het nog eens? David Kallebout. David Kallebout. En hier aan mijn rechterzijde zit de man van de techniek, denk absoluut. Ik. Daar hebben we Len van der Jeugd, onze technical service manager of regional service manager die de ploeg van techniekers coacht, traint, volgt. Wauw. Een zeer fijn man, zeer competent ondertussen, toch ook al 15 of meer jaar. Ja, want zo voel jij je goed thuis en goed opgevangen in dit mooie bedrijf Winterhalter Belgium. Klopt, hè? Zeker. Oké, Eddy Kroes, mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek. En we hopen elkaar nog vaker te ontmoeten dan alleen vandaag. Dankjewel. Zeer graag gedaan. Tot ziens. Bedankt dat je erbij was. We hadden het goed samen. Meer over de podcast Satellite Gourmet ontdek je op onze mediakanalen. Spotify, Google en Apple Podcasts om te luisteren. Of het YouTube-kanaal om te kijken. Blijf up-to-date en volg ons op Instagram. @SatelliteGourmet. Winterhalter Belgium, de vaatwasspecialist. Kwaliteit en betrouwbaarheid. Ga naar winterhalter.be voor meer informatie.